Zaterdag 2 uur. Past u dat? Prima. Het vak van de makelaar is in onze beleving nog altijd mensenwerk. Persoonlijk contact en korte lijnen zijn daarbij erg belangrijk. De makelaar die jou een goed gevoel geeft, geeft het ook aan een ander. Na ons eerste kennismakersgesprek stellen wij een uitgebreid verkoopplan op. In dit verkoopplan vindt u niet alleen een goed onderbouwd vraagprijsadvies, maar ook een uitgebreide concurrentieanalyse. Een perfecte woningpresentatie kan soms het verschil maken tussen wel of niet je huis verkopen. En daarom werken wij standaard met de verkoopstylisten. Bovendien is aangetoond dat woningen waarbij een woonstyliste betrokken is, sneller verkopen en tegen een hogere vraagprijs. Tijdens een eerste intakegesprek geeft zij tips en adviezen aan de verkopers ter voorbereiding op de fotoreportage. Op de dag van de fotoreportage zelf is zij aanwezig met een auto vol woonaccessoires. De ene woning verkoopt natuurlijk makkelijker dan de ander, maar je mag jezelf nooit verwijten dat je er niet alles aan hebt gedaan om een optimaal resultaat te behalen. Zodra wij enkele dagen later de foto's van de fotograaf binnenkrijgen, maken we de presentatie van uw woning compleet en plaatsen we deze eerst op onze eigen website. Daarnaast maken we natuurlijk een professionele video van uw woning en worden er 3D-plattegronden gemaakt voor Funda. Wanneer u 100% tevreden bent over de presentatie van uw woning, doen we eerst een vooraankondiging op Facebook en andere social media kanalen. Daarnaast schrijven we ons zoekersbestand aan. Als laatste plaatsen we uw huis natuurlijk op Funda. Vaak trappen we daarna af met een open huis, maar dat hangt een beetje af van het type woning en de belangstelling ervoor.